Het Ebbenhouten Spoor eert een verdienstelijke nieuwe Vlaming, zoals we dat zeggen. Iemand die bewijst dat integratie geen fabeltje is, maar dat dat loont. De vorige laureaten die bewijzen dat nieuwe Vlamingen op verschillende manieren een verdienste kunnen krijgen en hebben in onze samenleving. We hebben na Bolshakova, Pedro Brugada, Nasser Najmi, Sugar Jackson en Jeberni Atanji nu een laureaat uit de cultuurwereld, een Vlaamse operabaas, Aviel Kaan, die directeur is van de Vlaamse opera in Gent en Antwerpen. We tellen meer dan 7400 Zwitserse burgers die vandaag in België leven, maar weinigen hebben zo'n grote rol gespeeld als Aviel Kaan. Vlaanderen kon zich geen betere directeur bedenken voor de Vlaamse opera in Gent en Antwerpen. Aviel Kaan slaagt erin maatschappelijke betrokkenheid te creëren. Hij doet het in de eerste plaats door in no time het Nederlands onder de knie te hebben. Maar tegelijk ook door de programmering van het operahuis als door zijn persoonlijke zijn. Mijn doel is opera te maken voor mensen van vandaag, opera als kunstvorm in de maatschappij te dragen, opera in het gesprek te brengen en niet gewoon een kunstvorm voor de happy few. Ik ben zeer dankbaar en voel mij geëerd door die prijs te krijgen. Ik heb dat niet verwacht, dat was een zeer, zeer mooie verrassing voor mij. Ik denk als het over een prijs voor integratie gaat, dat cultuur, ik heb het in mijn speech gezegd, cultuur is een van de belangrijkste middelen van integratie. Ik vind dat zeer belangrijk dat aan iemand van cultuur gegeven werd. Ik ben een van de weinige buitenlandse leiders van een culturele instelling hier in Vlaanderen. Misschien was dan de keuze niet zo moeilijk. En ik denk ook, ja, ik lees het vaak, ook ik hoor het vaak dat de mensen onder indruk zijn van mijn Nederlands. Ik moet zeggen, ik heb daar ook echt de moeite gedaan die taal te leren, dat snelst mogelijk te praten. Hoewel dat ik het als leider van een operahuis van een grootste Vlaamse cultuurinstelling superbelangrijk vind met mijn publiek, met mijn mensen in hun taal kunnen te praten. We kunnen niet genoeg benadrukken dat er hier kansen zijn voor nieuwkomers, dat wij een inclusief Vlaanderen willen. En dat als die kansen er zijn, dat de mensen ze grijpen en meebouwen aan die Vlaamse gemeenschap. Dat is eigenlijk een uitgestoken hand. We kunnen dat niet genoeg benadrukken. Ik ga dat verder aan werken. Ik ben blij met die prijs. En ik ga aan die verantwoording die ik denk, die daarmee ook gaat waarnemen. En hoop dat ik een waardevolle laureaat ben. Dank u wel.